In een COVID-hoorzitting geeft Pfizer-directeur Small toe dat het vaccin nooit was getest op voorkoming van het virusverspreiding. Je doet het voor een ander, was dus altijd een leugen, aldus Europarlementariër Rob Roos gisteren. Stevige woorden waarmee hij in Nederland de grote talkshows haalde. Sietske Bergsma onderzocht of het klopt wat Roos zegt en zo ja, waarom de overheid dan toch de slogan je doet het voor een ander gebruikte. Ja, nou, van gevaarlijke klimaat naar het coronacircus wat weer rondrijdt natuurlijk in Nederland sinds een aantal weken. Het gaat er weer helemaal over. Wat mij bekruipt, laat ik even mijn persoonlijke gevoel als eerste noemen, maar dat ik denk, we gaan toch niet serieus weer de afgelopen 2 jaar qua discussie over de maatregelen weer helemaal opnieuw doen. Hè? Want dat zie je nu wel weer heel erg gebeuren. Van we moeten misschien weer dit, we moeten boosteren, we moeten weer misschien mondkapjes enzovoort. En we gaan weer opnieuw elkaar in de haren vliegen van werken ze nou weer, werken ze nou niet. Maar laten we toch even kijken naar wat er in ieder geval hier maandag in de uitzending is besproken. Over dat aspect van we doen het voor een ander. Laten we dan toch nog weer eens even met wat we nu weten, en nog niet weten overigens, toch eens even kijken naar wat de stand is eigenlijk van wat we uit die WOP-documenten hebben kunnen halen, uit de media, wat andere journalisten hebben gevonden. En dan zien we dus hier dat even kijken, dat helpend kan zijn om het onderwerp meer emotioneel te laden. Dit ging dus over hoe kunnen we mensen. Ja, wie zegt dit? Dit is een ambtenaar van VWS, denk ik. In ieder geval dat voor. Ja, even kijken. Ja, het zijn dus WOP-stukken van de Rijksoverheid. Hier, ja. Het is een oude mailconversatie tussen ambtenaren. Tussen ambtenaren, waarschijnlijk. Ja, met de WOP-gate eigenlijk pas recent bekend geworden. Wendy Mittemeijer-Oteman als medisch ethicus heeft hier maandag ook al duiding aan geprobeerd te geven. Maar wat deze mail dus vooral zegt is: helpend kan het zijn om het onderwerp meer emotioneel te laden en te koppelen aan wat er kan gebeuren met mensen die je lief hebt. Ja, nou, we weten ook nog wel dat de persconferenties, hè, dat Rutte en Hugo de Jonge tegenover kinderen zaten. Was er een kinderpersconferentie en opa en oma kunnen heel ziek worden. We hebben het al. Dus ik word er een beetje. Ik bedoel, en nu weer gaan we het toch weer in het emotionele verhaal. Zie je toch weer dat er heel veel verhalen en spookverhalen over rondgaan. Maar goed, je doet het voor een ander. Je doet het voor een ander. Ja, dat was het verhaal in ieder geval. Nou lijkt er dus een beetje schot in de zaak te zitten. Althans, we hebben via de persoon van Rob Roos. Dus die heeft die behoorlijk gescoord, kun je wel zeggen, in het Europese parlement. Met een vraag aan een directeur van Pfizer. Hij zit toch in zo'n commissie of zo? Hij zit ook in een speciale commissie, geloof ik. Hij heeft zich daar behoorlijk in vastgebeten. En zij deed dus de opmerkelijke uitspraak. Althans, zo werd hij wel ontvangen. Zij begon een beetje te lachen en ze zei van ja. Anders laten we even kijken naar de video van Rob Roos. Wie zich niet laat vaccineren is asociaal. Dat was de strekking van de boodschap van Mark Rutte en Hugo de Jonge. Vaccineren doe je niet alleen voor jezelf, maar ook voor een ander. Je doet het voor de hele samenleving, zeiden ze. En dat blijkt nu totale onzin. In een COVID-hoorzitting geeft een Pfizer-directeur zojuist aan mij toe: het vaccin was ten tijde van de introductie nooit getest op het voorkomen van de verspreiding van het virus. Daarmee valt de hele basis onder het coronapaspoort weg. Het coronapaspoort dat tot enorme vaccinatiedwang en institutionele discriminatie leidde. Waardoor miljoenen mensen buiten de samenleving werden geplaatst. Ik vind dat schokkend. Nee, ik vind het zelfs crimineel. Bekijk het filmpje alsjeblieft tot het einde. Regarding the question around, did we know about stopping immunization before it entered the market? No. We had to really move at the speed of science to really understand what is taking place in the market. Dit is een schandaal. Honderdduizenden mensen voelden zich gedwongen om zich te laten vaccineren door het sprookje je doet het voor een ander. Nu blijkt dat een ordinaire leugen te zijn geweest. Dat moet bekend worden. Deel daarom deze video zoveel mogelijk. Helemaal eens met Rob Roos dat het bekend moet worden. Dat er voorgelogen wordt, inderdaad. Dat er dus helemaal geen onderzoek is gedaan naar die verspreiding. 8 miljoen keer gedeeld of zo, hè? 8 miljoen keer is het inderdaad bekeken. Hij is ook, laten we daar ook nog even naar kijken. Hij is ook nog bij Tucker Carlson geweest. Om eventjes de impact van dit ene moment. En dan gaan we even kijken of dat terecht is geweest eigenlijk. Deze ophef. Ja, laten we even kijken naar een fragment waar Rob Roos te gast is bij Tucker Carlson.
Rob Rose is the man you just saw on tape. He's a conservative member of the European Parliament. He's from the Netherlands, and we are grateful to have him on tonight. Rob, thanks so much for coming on. Many governments, including mine, actually introduced so-called COVID passports. These passports made access to parts of society conditional. Those who did not wish to get vaccinated lost that access, not being able to visit a restaurant or a gym, all in the name of public health. Even the president of for International Development Market of Pfizer now admits that there was no scientific basis to say vaccination would stop the transmission of the virus. And I find this one of the biggest scandals of our time. Zeg, ja. Wat heeft deze video dan in het coronadebat precies losgemaakt? Nou ja, dus het lijkt ineens aan te slaan. Hè, het feit dat er dus inderdaad geen onderzoek is gedaan naar het voorkomen van verspreiding. En dat zou volgens Roos dan de basis zijn geweest van die COVID-paspoorten, eigenlijk van al het beleid. En nu, omdat dit een bombshell is, zouden we nu erachter zijn gekomen. Maar dat ligt veel genuanceerder. Er is al veel eerder bekend geworden over het feit dat Pfizer nooit onderzoek heeft gedaan eigenlijk naar het voorkomen in hoeverre dit vaccin dan verspreiding voorkomt. Of we hebben dat in hele verdekte taal, hebben ze dat een beetje gesuggereerd, maar het is nooit hardop gezegd dat dat inderdaad onderzocht is. En ik denk ook dat het de discussie dus over de in hoeverre er legitimatie is voor het CTB en andere maatregelen een beetje vertroebeld. Want er zijn veel meer redenen gegeven voor het CTB en al die regels. We moeten sowieso niet ziek worden. We moeten sowieso... ze hebben ook gewoon toegegeven. We willen gewoon graag mensen overtuigen om het vaccin te nemen. Het is ook gewoon voor een groot deel natuurlijk gewoon emotionele chantage geweest. Ja, het is toch leuk dat een politicus bewoordingen gewoon pof er even uitgooit. En blijkbaar is de tijd dat eerst, nu... Eerst was dit alleen in een circle, was dit al wel algemeen bekend. Ja, maar laten we... Inner circle, dan kunnen we dus helemaal teruggaan naar januari van vorig jaar, waarin hier bij Black Box in de uitzending met Theo Schetters al heel duidelijk over dit aspect is gesproken van de vaccins. Ja, maar noem die naam niet te hard, want dan hoor je weer gebeld van nou, ja. We kijken dus inderdaad straks naar een fragment van januari 2021 van Theo Schetters toen bij Black Box. En dat is de betreffende aflevering die 1,2 miljoen keer was bekeken over de mRNA-vaccinaties. Laten we er even naar gaan kijken. Het Pfizer-vaccin is onlangs goedgekeurd voor de Nederlandse markt en de commissie beoordeling geneesmiddelen maakte een statement met een persconferentie. Er zijn nog geen gegevens over hoe goed het vaccin beschermt tegen infectie. We weten dus nog niet of mensen die dit vaccin hebben gekregen of deze mensen nog het virus zouden kunnen overdragen, mochten ze toch besmet raken. Ook is nog niet duidelijk of het vaccin een goede bescherming biedt tegen de meer ernstige vormen van COVID, omdat te weinig mensen in de studie ernstige COVID kregen. Dat we dit niet weten, betekent niet dat het vaccin hier niet tegen werkt. Er ligt op dit moment simpelweg onvoldoende data om hier uitspraken over te kunnen doen. Ja, dus deze dame zei dat in die persconferentie. Mm-hmm. De kennis was er dus al 2 jaar lang. Er is niet over gelogen. Nee, precies. Dus over het voorkomen van die verspreiding wisten ze eigenlijk helemaal niets. Dan kun je natuurlijk nog afvragen wat dan dat narratief van de overheid, van je doet het voor een ander, waarvan Rob Roos nu dus zegt, dat was dus helemaal een leugen. Ik hou van die sterke taal natuurlijk. Als politicus moet hij dat ook kunnen doen. Maar het is ook wel zo dat solidair zijn met de ander, dat hebben mensen als Marion Koopmans en andere voorstanders natuurlijk van het beleid ook in andere bewoordingen vaak gezegd. Ja, het is ook gewoon voor een ander, zodat een ander niet in het ziekenhuis komt. Of dat een ander dat je de mens niet heel ernstig ziek wil maken of zoiets. En hoe heeft Marion Koopmans dus op Rob Roos gereageerd? Nou ja, dus blijkbaar moet je naar Tucker Carlson en dan worden ze allemaal heel erg zenuwachtig. Marion Koopmans, Maarten Keulemans was natuurlijk weer druk in de weer. Het was best wel trending de hele dag. De voormalige wetenschapsjournalist. Ja. En Marion is een beetje des Marion Koopmans. Ja. Oh, come on, dit is echt het rondpompen van foute informatie. Je suggereert hier een soort complot, terwijl dit gaat over iets wat sowieso na release van een vaccin wordt gemeten. Is namelijk niet de primaire reden om te vaccineren. Dit is een beetje ook de stijl vaak van de... Ja,
een beetje de buikspreekpoppen van het beleid. Die dan, ja, je moet je niet zo aanstellen, weet je, als er toch wel behoorlijk wat contrasten, zeg maar, in het... Ja, maar heeft zij dan gelijk, nou, zeg je? Of, Nou ja, ze doet nu in ieder geval alsof dat allemaal al bekend was of zo. Maar en wat is volgens haar dan wel de primaire reden om je te... Nou, dat zegt ze volgens mij in een andere tweet die wij nu, denk ik, gaan zien. Dat ze zegt, eigenlijk is het effectief, het vaccin, om twee redenen. Dat je minder ziek wordt en dat het druk op de zorg afneemt en een beperkte, maar duidelijk effect op circulatie geeft. Dus ze zwakken natuurlijk het ook heel erg af. Dat zullen we wel meer gaan zien in de komende maanden. Dat zien we net als Trudeau, weet je wel. Ja, dat heb ik allemaal niet zo gezegd en dat is allemaal niet zo. Maar natuurlijk heeft het verhaal over het niet verspreiden altijd een beetje in het narratief rondgehangen. En met wat Rob Roos vandaag heeft, of deze week heeft gedaan, hoop ik wel dat dat soort debunks ook een keertje in het geheugen van mensen blijven hangen, inderdaad. Dat heel veel dingen niet onderzocht zijn, dat we heel veel dingen niet weten. En dat we dus niet het komende half jaar weer in al die valkuilen gaan trappen. En met doet het voor een ander. Precies, want blijft dat dan nog wel houdbaar? Denk je dat je doet het voor een ander dan aankomende jaren? Nou ja, je kan nog zeggen van, nou, ik heb niks met zo'n Pfizer. Die zeggen altijd van alles. Maar als zelfs ons eigen RIVM dus hier al in 2020 al aangaf in een mail naar de minister van Volksgezondheid toen van dat ging dan over dat ging over de over het voorkomen van verspreiding ook. Ja, daar staat letterlijk: het klopt in feite niet. Het vaccin voorkomt dat iemand ziek wordt, maar het is niet bewezen dat het ook verspreiding voorkomt. We mogen dat vanuit het RIVM dan ook niet zo zeggen. Nee. Dit was dus een conversatie al een maand voordat Theo Schetters daarmee naar buiten kwam. Ja, dit was dus nog niet bekend voor het publiek dat het RIVM dus hier zo over sprak. Maar die hebben dus duidelijk hun verantwoordelijkheid teruggelegd bij het ministerie. Wij gaan het in ieder geval niet zeggen. Wij zijn niet verantwoordelijk. En zo zie je dus hoe de wetenschap deels wel en deels niet zichzelf inzet voor het beleid. Dat is natuurlijk... Roos heeft hij dan toch gelijk over die... dat hij als politicus een politieke vertaling van iets aanvalt. Ja. Want uiteindelijk blijft er alleen dus nog staan. Je doet het voor jezelf. Dus dan moet dat een nieuwe campagne worden. Nou, ik vind dat het een geslaagde actie is van hem. Ook de manier waarop hij de media opzoekt. Als dit bij veel meer mensen nu... daadwerkelijk doordringt. En dan even... dat we hier met narratieven werken en niet met één op één bewijs van... Of je doet het voor Pfizer. Of je doet het voor Pfizer, inderdaad. Ja, ook. En wat ik zou voorstaan in ieder geval is dat we... En inderdaad, lekker voor opschudding zorgen. Van dit is er dus aan de hand. Dit is de belangenverstrengeling, dit is het narratief. Maar dat we ook de lat wat hoger gaan leggen, eigenlijk in het debat, in het politieke debat, maar ook in de media. Van dat we echt gaan kijken van wat weten we eigenlijk al? Wat was er al bekend? En dat we een beetje vorderingen gaan maken, zeg maar, met het ontmaskeren van deze zwendel, zou je wel kunnen zeggen. De deksel van de beerput, zeg. De deksel van de beerput. En doorpakken nu inderdaad. Dus doorpakken dat Rob Roos het niet bij zichzelf houdt. Of dat we niet op eilandjes gaan zitten. En volgende, over een tijdje, begin voorjaar volgens mij, 23, dan komt er een parlementaire enquête. Misschien zal daar ook meer eindelijk meer naar boven komen over wat er allemaal is gebeurd de afgelopen 2 jaar. En hopelijk niet nog een keer gaat gebeuren de komende tijd. Ja. Ik zou het heel graag willen afsluiten, het hoofdstuk corona. Maar... Inderdaad, of in ieder geval andere slogans. Doet het voor Pfizer of je doet het voor de winsten van Moderna. Nee, je doet het uit gewoonte, was het toch. Je doet het omdat je overal intrapt. Ja. Omdat je overal intrapt. Omdat je, Riepke, we gaan zo naar jou. Siska, voor nu, dankjewel voor je bijdrage.